eens per 3 maanden. Niet elke week, maar om een paar weken shoppen. Eén keer in de maand, denk ik, of zo. Een paar keer in de maand. Ga ik gewoon de stad in, krijg ik geld mee en ga ik gewoon weer lekker winkelen. Of je moeder haalt voor je. Of mijn moeder haalt het voor me. Ja. Per maand, ik denk 100 euro, 150 euro, zoiets. Het is wel 100 euro. Ik denk iets van 200-300 euro of zo. Wat ik nodig heb, als je broeken nodig hebt, ja, dan zit je wel gelijk aan de 100 euro. Maar als het gewoon om een t-shirtje gaat, dan is het rond de 30 euro ongeveer. Ik heb niet zo vaak een slechte aankoop, dus meestal heb ik er wel plezier van. Ja, ik heb laatst een jurkje gekocht, maar ik heb het 1 keer aangedaan en daarna niet meer. Dan denk je, oh leuk, en dan uiteindelijk dan heb je het en dan doe je het niet aan. Ik heb dat best wel veel. Voor bij de H&M? Ja, precies. Ik heb laatst genoeg gekocht sleehakjes en die draag ik echt nooit. Ik heb laatst mijn kledingkast echt helemaal uitgeruimd en echt de helft weggedaan. Ik heb dingen ertussen zitten waar ik dus echt helemaal niks mee doe. En dan denk je achteraf van, ja, waarom heb ik het gekocht eigenlijk? Nee, ja, ik denk misschien dat ik ze later, dat ik er misschien nog met de naaimachine iets mee kan doen of zo. En dan eindigt het weer achter in de kast. Dat is bij mij altijd zo. Feestje waarin kleren worden geruild. Is het dan echt zo dat jij je kleren aan iemand anders geeft en dan dat jij van anderen gewoon mag houden? Dat je de opzet van het hele gebeuren, je ruimt je kast op en misschien scoor je wat nieuws, maar het hoeft niet. Nou, het lijkt me wel wat. Ja. Ja. We hebben het toch dan gedragen en nee, ik weet het niet of dat... Nee. Ik denk dat meer jonge mensen dat doen, meneer. Ja, denk ik ook wel. Niet van mijn leeftijd, in ieder geval niet meer, denk ik. Het is gewoon ook gezellig. Iedereen neemt vrienden mee of vriendinnen mee. En ja, ik bedoel, je ontmoet wel nieuwe mensen. Dus het heeft 2 kanten. Het hangt vanaf wie er zijn en zo. Ja. Als ik allemaal mensen niet ken, ik ga die kleren dragen daarna. Ik zou het leuker vinden om met vriendinnen te doen. Ja, waarom? Nou ja, misschien omdat je dan ook weet wie het gedragen heeft. Ja. En nou, omdat ik ook met mijn vriendinnetjes best wel op 1 lijn zit met de kledingstijl. Ja. Wij hebben er wel eens eentje aan het begin of aan het eind van het seizoen gewoon met studenten onderling. Iedereen neemt gewoon een zak mee en ja, 1 grote hoop, zeg maar. Maar het is vaak wel vrij goede kleding, maar of je vindt het niet meer leuk of het is te klein of zulke soort dingen. Of gewoon een miskoopje. Ja, ik zou niet echt afstand kunnen doen van mijn kleding. Ik denk dat dan als ik eerst bij zo'n mijn kleding zou gaan ruilen, dat nee, die wil ik niet, die wil ik zelf houden, weet je wel. Ik denk dat dat niet zou kunnen. Ik heb ook wel eens dat ik oude kleding aan vriendinnetjes geef of iets ook niet meer zelf niet meer leuk vind. Ik heb deze gekregen van mijn moeder en zij trok het een keertje aan. En deze heeft ze zelf gekocht en heb ik er weer aan. Ja. Ik heb wel eens iets weggegeven, maar echt ruilen nee. Nou, ik denk dat het ergste is als je dan iets hebt gekocht waarvan je dacht dat het leuk zou staan. En dan zie je het dus bij iemand anders aan. Dan denk je, oh, het was wel echt heel erg leuk. En dat je het dan echt niet weg wil doen. Alleen soms past het mij niet, omdat zij is veel dunner dan mij. Dus... En veel langer. Ja, dan moet je natuurlijk wel iemand hebben die precies dezelfde maat en precies dezelfde smaak heeft als jij, toch? Eigenlijk zou een groepje moeten hebben van, zij heeft allemaal een groepje is met 38, 40, 42. Kleding en gezelligheid en zo. Ja, het is echt een feestje, dus iedereen neemt ook gewoon drinken, eten mee. Het is gewoon gezellig. Ja. Dat wordt dan een feestje, beginnen met koffie en Brabantse koek. En dan, nou, laat maar showen. En dan, ik heb wel allemaal kledingrekken, maar allemaal feestkleding. Dus het zou een feestruil kledingparty kunnen worden. Ja. Echt een beetje een happening. Ik heb aan het eind van het seizoen vaak wel dat ik zeg van nou, dit heb ik maar 1 of 2 keer aangehad, dus het kan eigenlijk wel doorschuiven, zeg maar. Nou, ik kan het gewoon niet wegdoen, ik kan ook geen kleren weggooien. Bewaar alles. Ik heb wel redelijk wat ik niet meer draag. Maar ik vind het ook heel zonde inderdaad om dingen weg te gooien, dus dat is wel een goede optie. Ik heb een keer een hele leuke spijkerbroek gescoord. Ja? Ja. Misschien ga ik het wel doen, ja. Toch? Ja. Misschien moet je de eerste zijn en dan opeens zijn alle schapen over de drempel. Maar hoe komt het?